Welkom vanavond bij deze oriënterende ronde. Daarbij verklaar ik deze ronde voor geopend. Vaststelling agenda. Zijn er nog opmerkingen ten aanzien van de agenda? Niet, dan is de agenda bij deze vastgesteld. Er heeft zich bij mij niemand voor het spreekrecht gemeld. En ik zie ook niemand, dus... Dan gaan we over naar agenda punt 4. Dan is coördinatie, besluit, natuur- en wateropgaven Vecht. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Niet allemaal tegelijk. Eenmaal, andermaal, niemand. Nou, dan gaat het als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan zijn we bij agenda punt 5. Verleggen rioolleiding Balkbrug. Schrap klimaatrobuust maken omgeving tunnel Balkbrug. Zijn daar vragen ontstaan? Ja. Oké, 2. Oké, dan geef ik het woord aan meneer Kuipers. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor het verleggen van de rioolleiding en het klimaatrobuust maken van de omgeving, waarbij de nog te bouwen tunnelbak in Balkbrug, hebben we €250.000 nodig vanuit het GOP. Verwacht het college dat er nog genoeg geld over is voor de noodzakelijke rioolinvesteringen dit jaar. En dan heb ik nog een vraag. Er staat in de paragraaf risico's dat de werkzaamheden de nodige hinder met zich meebrengen. Dat komt niet echt terug in de paragraaf communicatie. Ik was nieuwsgierig wat gaat er gecommuniceerd worden naar de omwonenden en de belanghebbenden. Ja, dank u wel. Meneer Gilling. Dank u wel. Heel kort vraagje. Dat betreft eigenlijk de status van het voorliggende besluit. Want daar staat dat een krediet wordt beschikbaar gesteld nu alvast voor de begroting van 2019. Dus de vraag eigenlijk, waarom moet dat daar nu? En had dat niet gewoon bij de begroting gekund? Oké, dank u wel. Mag ik meneer Janssen vragen naar voren te komen? Om de vraag te beantwoorden. Dank u wel. Een paar vragen hierover. Waarom nu en waarom niet bij begroting? Wij moeten wel even de zwaluw starten met het werk van de provincie. Want dat staat ook in het stuk dat we hem bij het werk van de provincie in willen schuiven. Het lijkt me ook niet handig om twee verschillende aannemers op hetzelfde werk door elkaar te hebben. En dan moet je wel zorgen dat je zaakjes op tijd voor elkaar hebt. Dus we kunnen het nu alvast beter maar even regelen. Dan kunnen wij verder. Dat is één. En twee, als we die, daar ben ik bij de heer Kuipers, als we die 2,5 ton uit GHP halen, blijft er nog genoeg over voor andere dingen? Ja. Wij hebben een GOP aangenomen met voor elk jaar uitgaven en voorzieningen waar we geld uithalen. En dit is daarin voorzien, dus dat gaat geen problemen geven. En het verhaal van de hinder, nou dan ben ik eigenlijk weer terug bij die eerste vraag. Wij gaan dat inbrengen in het verhaal van de aanleg van de tunnel. Daar zit dan een aannemer op. Die is verantwoordelijk, die moet dat proces doen en die moet ook met de omgeving gaan communiceren. En wij gaan dat aan de voorkant daarin brengen. En daarom hebben we nu nog niet een communicatieparagraaf hoe wij dat precies gaan doen. Wij gaan dat niet doen. Hij gaat het doen. Maar wij zien daarop toe. Om te zorgen dat het dan goed komt. Dat zijn de antwoorden die ik hierop kan geven. Volgens mij nog één kleine vraag. Het is een kleinigheid, maar voor mijn techniek. Hè? Want begrijp ik nu dat er dus al een onderdeel van de begroting die nog vastgesteld moet worden, wordt nu al vastgesteld hier. Als dit besluit wordt aangenomen. Wij gaan nu zeggen, u zegt nu van, u mag over dat geld beschikken en dat mag u dan ten laste brengen van de begroting 2009. Ja. En dat is op zich niet zo heel gek, omdat wij in ons GRP al voor 4 jaar een plan hebben liggen met voor elk jaar een aantal dingen. En daar past die keurig netjes in. Nog vragen voor de twee ronden? Niet. Moet dit een bespreekstuk worden of kan dit als hamerstuk naar de volgende vergadering? Hamerstuk. Heel goed. Hamerstuk. Oké, onderwerp 6. Ontwikkelafspraken en garantstelling nieuwbouw ziekenhuis Hardenberg. Wie kan ik daarvoor? Dus,
Oké, dan beginnen we bij 50 plus. Dankjewel, voorzitter. Een aantal vragen zijn al gesteld bij de presentatie van het nieuwe ziekenhuis. De vragen die ik hier op papier heb staan, ik stel ze toch. Vorig jaar in december ging men ervan uit van 1 miljoen. Dat is nu naar 3 miljoen gezet. Mijn vraag is van waar zit die 2 miljoen garantstelling? Even zien. Oh ja, de garantstelling gebruikt dan omgezet in een achtergestelde lening. Welke voorwaarden worden hier aangekoppeld en krijgen wij hier inzicht in? Omdat in de papieren staat dat het er nu nog niet is. Nou ja, wanneer wordt die aangereikt? In de business case werd gesproken over een waarborgfonds. Ik hoorde net tijdens de presentatie dat daar een goedkeuring voor gegeven is. Maar ik zie in de stukken dat bij het inwilligen, bij een borginstelling pas ingewilligd. De waarborgfonds wordt pas ingewilligd als de financiering rond is. Dan hebben we het nog over de gevoeligheidsanalyse. Die is tot nu aan toe ook nog niet gedaan. Die wordt bij de Saxenburg groep neergelegd. Krijgen we daar ook nog inzicht in. Even zien. Nou, daar heb ik nog een vraag over de koop. Saxenburg Groep heeft besloten om de grond te kopen. Het was eerst de bedoeling de erfpacht. Nou ja, waarvan zijn daar de redenen? En in mijn beleving van er wordt geld investeerd. U vraagt om een garantstelling van 3 miljoen. Moet ik die koop daar onderweg zetten? En dan heb ik nog even zien. Dan gaat het over de ontwikkelingsovereenkomst, financiële consequenties. Er staat in dat een punt van aandacht is nog dat de verdeling van kosten tussen de gemeente en Saxenburg Groep van de investeringen in de ontsluitingsstructuren en dat daar nog geen uitsluitsel van is over de verdeling van kosten. Is er al een indeling van deze kosten en hoe hoog zijn deze investeringen? Mevrouw, de laatste vragen waren tamelijk technisch. Het is te doen gebruikelijk om een aantal technische vragen om die van tevoren schriftelijk te doen. Dus, Oké. Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Hoewel wij natuurlijk ontzettend belang hechten aan een goed functionerend ziekenhuis en de plannen er gedegen uitzien, in ieder geval de plaatjes. Die hebben we vaker gezien, we hebben ook vaker presentaties gehad. Maar ons kruipt als PvdA-fractie toch een beetje een ongemakkelijk gevoel, omdat het lijkt elke keer alsof we het over verschillende stukken hebben. En eerst hadden we het over 1 miljoen, nu gaat het over 3 miljoen. Dan verwacht ik eigenlijk dat daar een heel stevig plan onder ligt, waar of je het nou linksom, rechtsom, op zijn kop, vooraf of achteraf bekijkt, het elke keer dezelfde optelsommen geeft. En dat is helaas niet zo. Dus ik vroeg me toch af of het mogelijk zou zijn, het is ook jammer dat de bestuurder er niet is, om een actueel overzicht te hebben van al die cijfers, waar zowel het ziekenhuis als het college van zegt, nee, hier hebben we met z'n allen over dezelfde cijfers. Dat één. Een ander ding wat mij opviel bij de presentatie net, er staat natuurlijk letterlijk in de reglementen dat een rentevoordeel op zich nooit voldoende reden kan zijn voor een gemeentelijke garantie. Ik heb, als ik het niet vergis, in de presentatie net gehoord dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is waarom het ziekenhuis om deze garantie vraagt. En dat lijkt mij lastig met elkaar te rijmen. Dank u wel. Meneer Geesink. Even kijken. Ik heb een vraag over de opmerking die gemaakt werd aan het eind van het eerste stuk. De hoofdfinancier heeft aangegeven afstand doen van eventuele aanspraken op de garantstelling. Maar als de raadsels niet op orde zijn, dan wordt de garantstelling aangesproken. Dat leek mij enigszins tegenstrijdig. Verder een vraag over de garantstelling. Die loopt af. Hier staat een maximum van 9 jaar. En volgens mijn collega werd net 7 jaar. Terwijl ik overigens 7 jaar nog vrij lang vind als het eigenlijk gaat om de achtergestelde financiers. Toevallig. Als borg. 7 jaar vrij lang voor een. Als het alleen om de achtergestelde financiers. Oké, meneer Rodemond.
Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk kan ik me aansluiten bij de vorige sprekers wat betreft de eigenlijk wat verrassende sprong van 1 miljoen naar 3 miljoen wat betreft deze aanvraag voor garantstelling. Mijn vraag daarbij is wel, blijft het hier ook bij wat betreft de gemeentelijke bijdrage? En wat mevrouw Luiten ook al enigszins aanduidde, er ligt wat ons betreft ook niet echt een superstevig plan en kan dat nog wat meer gebinte krijgen wat ons betreft. Meneer Gilling. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, nou, in aanvulling eigenlijk op de vorige sprekers en ter verdediging bijna van mevrouw Verschuren, is het wel noodzakelijk om technische vragen te stellen, omdat ook de cijfers telkens zo anders zijn dan dat ze gepresenteerd zijn. Hè? Net, voorzitter, hebben we gezien in de presentatie dat dat wat daar gepresenteerd is weer afwijkt van het memo of de notitie die wij gekregen hebben. En als het nou om een paar euro ging, dan kun je daar nog iets mee. Vind ik het ook onzorgvuldig overigens. Maar dan kun je nog denken van, nou ja, het is de bedoeling die geldt. Maar dat is hier toch niet zo. Het is een enorme investering. De ratio's, zagen we net ook, zijn bijzonder krap. Dat lijkt ook technisch, maar het is wel zo dat het nog maar 4 jaar geleden is dat het ziekenhuis toch in een hele andere situatie verkeerde dan nu. En mocht er nou iets gebeuren wat weer die kant op gaat, dan is natuurlijk wel de vraag wat er allemaal gebeurt met garantstellingen, maar ook bijvoorbeeld met het hele ziekenhuis op zich. Wat is dan weer de vraag die bij de overheid terechtkomt? En omdat het allemaal zo krap zit, had mijn fractie het ook wel heel prettig gevonden dat het nu bij de vraag naar een garantstelling die heel specifiek is, toch het ook allemaal rond was. Dat ook de hele inrichting duidelijk was, dat u nou eens een plan zou presenteren. Was even, nou, dit is het, hier gaan we naartoe. En niet in de aanloop telkens iets noemen waar iedereen in meegenomen wordt, om uiteindelijk met een totaal andere presentatie te komen op het moment dat de vraag voor ligt. En het lijkt bijna zo in de beleving van het stuk dat de bedragen openstaan. Hè? Als je 3 miljoen ziet, dan zie je daar wat spaties en daar staat nu 3 miljoen. Maar het wekt bijna de indruk dat dat gewoon ingevuld is. Dat had ook iets anders kunnen zijn. En daarvan vindt mijn fractie toch dat deze bedragen veel te groot zijn. Ik vind het ook merkwaardig dat u nog niet weet wat deze garantstelling voor invloed heeft op het weerstandsvermogen. Dat lijkt mij niet zozeer afhankelijk van de begroting. Het bedrag op zich moet, gezien de voorwaarden die gesteld zijn en de periode die eraan is, gewoon uit te rekenen zijn. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde. Waarom niet een totaalplan? Waarom niet gewoon eenduidig met duidelijke uitleg komen, een duidelijke vraag? En in ieder geval ook met cijfers die correleren met ook gepresenteerde cijfers van het ziekenhuis. Want hier denk ik dat iedereen, en ik sluit me aan bij de vorige sprekers, toch wat korrelig wordt ten zake de vraag die nou voor ligt. En ook of dit het allemaal is, hè? Want met zoveel open eindes kan er nog een heleboel gebeuren. En dan ja, ook de risico's. Hè. U schrijft in uw stuk dat die op het weerstandsvermogen waarschijnlijk als heel laag zouden kunnen worden beoordeeld. Terwijl de instantie die ingehuurd is door het ziekenhuis om te komen tot het vinden van achtergestelde geldverzekers hem juist als heel hoog inschatten. Want u hebt net gehoord, er is veel aan de hand en het is allemaal heel onzeker in de ziekenhuisbranche. Dat sluit ook niet op elkaar aan. Is het nou een lager risico of is het nou hoog? En dat maakt wel degelijk uit voor het achterstellen, voor het garantstellen voor een dergelijke geldlening. Dus ons betreft ja, een matig plan dat voor ligt, presentatie wat weifelend. En gezien de bedragen, gezien de belangrijkheid voor de grootste werkgever, maar ook alles wat we net gezien hebben, had het ons wel plezierd als u daar een totaalbeeld van gegeven had, wanneer we nou eens een keer duidelijkheid hadden gekregen. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de heren bedanken voor hun presentatie. Hartstikke fijn dat ze tijd daarvoor vrij hebben gemaakt. De borgstelling van het ziekenhuis nu eindelijk ter tafel. Wel vaker besproken hier. Als eerste wil ik aangeven dat de ChristenUnie het ziekenhuis bijzonder waardevol vindt. En enorm waardevol eigenlijk van levensbelang voor deze gemeente. Zowel voor onze inwoners als ook voor deze regiofunctie. Maar desondanks hebben wij nog wel wat vragen. En net als de heer Gelling hebben wij eerder wel eens aangedrongen op een totaalplan. En nu krijgen we toch het gevoel dat er elke keer stapjes worden gezet in het proces. We hebben eerst de gronden verkocht, we gaan in de garantstelling. Er moet nog een totale business case komen. En wij zien ook enige beweegbaarheid in het bedrag van de garantstelling. Ik zit even mijn stukken erbij te pakken. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat wij tot nu toe al in het ziekenhuis hebben geïnvesteerd. Wij worden ook regelmatig geüpdate. Er zijn vele overleggen. Ik neem aan dat uren ook gewoon geld kosten. Dus wij zijn wel eens benieuwd of de portefeuillehouder ons een totaalbeeld kan schetsen. Hè. Je zag ook in het stuk staan, we hebben gronden die waren eerst ingeboekt voor de
commerciële kostprijs. Dus toen dachten we nog, nou, we kunnen er nog wat aan verdienen. Dat is niet meer gelukt. Dus wellicht kan er eens een totaalplaatje geschetst worden van de kosten tot nu gemaakt. Daarnaast, en de heer Gelling raakt het ook al aan, wordt er gesproken over een laag risico die vertaald moet worden in het weerstandsvermogen. En u weet, ik let altijd zeer goed op het weerstandsvermogen. En ik vind het jammer dat het dan ook niet direct vertaald is in wat dat gaat betekenen voor het weerstandsvermogen. En wil je ergens een beslissing overnemen, is het ook goed om te kunnen zien wat de implicatie van die beslissing is. Daarnaast zien we een, en wellicht voorzitter is het een wat technische vraag, zien we een overeenkomst. Maar we zijn wel even benieuwd of die juridisch goed gecheckt is, want hij is wel heel erg kort. En mijn oog viel ook op de infrastructuur. Er wordt gesproken over een procesafspraak. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want een procesafspraak impliceert dat je nooit meer bezwaar kan hebben tegen de uitkomst. Want ja, als je het proces volgt, dan is de uitkomst zoals afgesproken. Maar we zijn wel heel benieuwd wat de kosten zijn die eruit kunnen komen. En dat is, mevrouw Verschuur stelde die ook, heeft een technisch aard tot zover. Oh, nog één vraag, voorzitter. En daar reageerde ik ook op tijdens de presentatie. Wij zijn altijd in de veronderstelling geweest dat wij die gronden hebben overgedragen aan het ziekenhuis, omdat dat noodzakelijk was voor de financiering. En ik was even benieuwd of het college dat kan bevestigen. Dank u wel, meneer Stoomstra. Meneer Brokman. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ook vanuit de CDA-fractie natuurlijk de positieve geluiden als het gaat om de ontwikkelingen van het ziekenhuis. Er wordt al vele jaren over gesproken. Er zijn in die zin ook al veel raadsvoorstellen nooit verder geweest dan oriënterende ronde, maar wel hier ter tafel geweest, zeg ik dan maar. Het ook daarin de verschillende bedragen genoemd. Lijkt me in ieder geval goed, ook in aansluiting bij de rest van de collega's, dat de cijfers zoals die in de presentatie staan en in het raadsvoorstel, dat we in ieder geval voor de volgende keer even een definitief overzicht daarvan krijgen, want daar zit inderdaad nogal wat verschillen tussen. Waar we ook een graag antwoord op zouden willen zien is dat er wordt nu gevraagd om 3 miljoen garantstelling. Nou, dat zie ik dan ook maar even als definitieve uitvraag, zeg maar. Hè. De laatste keer dat u hier bij deze raad daarover komt. En ik zou graag van de portefeuille horen of dat inderdaad dat bedrag benodigd is voor de financiering van de business case. En daar kan ook de vraag van mevrouw Luiten volgens mij in worden meegenomen. Als we het dan hebben over de ontwikkelovereenkomst. U zegt in het raadsvoorstel, nou ja, een van de risico's is de uitvoering van deze overeenkomst. En die zou met name kunnen zitten in het verschil van interpretatie tussen de gemeente en het ziekenhuis. Nou, het kan volgens mij niet zo zijn dat als je, zoals we net gehoord hebben, prettige en constructieve gesprekken hebt, dat er veel licht tussen de interpretatie van de gemaakte afspraken blijft zitten. Dus daar graag een antwoord op. Dan richt ik mij op de garantstelling zelf. Zijn hier nog zekerheden aan gekoppeld voor de gemeente? Kan de portefeuille daar eens op ingaan? En als het gaat ook om het weerstandsvermogen, sluit ik aan bij het verhaal van de heer Stelpstra. Wordt zelfs meermalen onderstreept dat dat een laag effect zou hebben op het weerstandsvermogen. Ja, het weerstandsvermogen heeft onder wat te maken met misschien een toekomstig investeringsprogramma, denk ik dan maar. Dus dan zou ik graag van de portefeuille horen hoe dat ongeveer gekwantificeerd kan worden. En daar laat ik het in eerste instantie bij. Voorzitter, ik wil de heer Breukeman toch wijzen dat u enigszins een retorische vraag stelt. Want u vraagt, is dit de laatste keer dat u hier om een garantstelling komt vragen? En daar heeft u een grote invloed op. Maar u als raad zit misschien wel des te meer. Oké, dank u wel, meneer Breukeman. Mag ik meneer Jansen vragen om de vraag te beantwoorden? Dank u wel. Ik trap met de beantwoording af en ik zie wel even hoe ver we komen en of we nog meer troepen aan laten rukken. Want u hebt nogal wat vragen gesteld. Eerst maar even over het geheel. We zijn ooit eens een keer bij 15 miljoen weggekomen. En dat was niet zo'n gelukkig huwelijk. En daar zijn we bij weggeraakt. En toen hebben we gezegd, en heeft de ziekenhuis gezegd, we gaan het echt heel anders aanpakken. En u hebt dat nu net in het verhaal ook gezien. Er staat nu in de plannen een totaal ander ziekenhuis dan het ziekenhuis dat we ooit in het verleden met die 15 miljoen eens gezien hebben. Dit is een ziekenhuis wat opteert naar de toekomst van
gezondheid, proberen het aantal dagen wat je er bent kleiner te houden, beter met die eerste lijn. Met andere woorden, deze is, als je kijkt naar gezondheidsland, up-to-date. Het denken van vandaag en het denken zoals dat gedacht is naar de toekomst, dat probeert hij op in te spelen. Dus je krijgt een ziekenhuis wat voorop gaat lopen. Nou, dat laat ook een ander ziekenhuis zien met een aantal andere, een lager aantal vierkante meters dan ik toen ooit gezien heb. Dus ik zeg van nou, maar we zullen nog wel een stukje achtergestelde lening en garantie nodig hebben. En we willen wel graag in ieder geval, gemeente, dat je ook symbolisch meedoet. In ieder geval voor 1 miljoen. Want dat is voor degenen die daarop inspelen belangrijk. Zo hebben wij inventariserend wel eens gesproken. En toen hebt u als raad ook wel eens gezegd, nou, dat ziekenhuis is voor ons zo belangrijk, of er nou 1 miljoen is of 2 miljoen of 3 miljoen, daar zal het bij ons niet om overgaan. Maar natuurlijk moet er wel een goed verhaal zijn. Nou, daarop voortbedurend is er een verhaal gekomen en komen we nu steeds verder. Een tijd geleden was het verhaal er, de grond wordt het erfpacht, wordt het verkoop. Dat was handiger om dat te verkopen in plaats van, wat hadden alle twee gekund. Maar dat is voor ons en voor banken wel veel handiger om te verkopen, omdat je dan veel minder ingewikkelde constructies moet doen dan wanneer je een gebouw op erfpachtgrond enzovoort hebt staan. Dus daar werd het wel een stuk makkelijker van. En toen is daarvoor gekozen en ik weet niet anders als dat ook met u is gecommuniceerd. Dat is geen geheim. Dat was de eerste. Nu zitten we weer een fase verder waarin we zeggen van nou, nou moeten we toch zo langzamerhand die grondstelling maar wel eens even op geld zetten en definitief maken. En er komt nog een fase achteraan waarin we het gebied rond het ziekenhuis, de infrastructuur, de afwerking, laat ik die dan eerst maar even pakken, tussen wat is voor het ziekenhuis en wat is voor ons gezondheidspark en eventueel voor parkeren voor het gezondheidspark en eventueel voor parkeren voor de stationsomgeving. En dan moet je je infrastructuur ook op aanpassen. Nou, in grote lijnen ligt die er natuurlijk wel, want de rotonde ligt er al lang en een stuk weg daar naartoe ook. En je kan even heel grof zeggen, alles als je met de rug naar de rotonde gaat staan, aan de rechterkant is voor het ziekenhuis en alles aan de linkerkant is voor ons. En dan is er nog iets wat we gezamenlijk hebben en daarvoor zul je een afspraak moeten maken. En even grofweg, dat moet wel zo grofweg 50-50 worden. En als wij zeggen, maar wij willen nog wel een apart fietspad voor de fietsers hebben om daar de veiligheid te bevorderen, ja, dan zijn wij daarvoor aan de lat. Daarvoor, ik weet nog niet precies hoe het gezondheidspark komt, ik weet nog niet precies hoe dat parkeren precies allemaal gaat komen. Voorlopig voor, nu tijdens de bouw is het al wel even, maar de definitieve situatie, daar zijn we nog mee aan het sleutelen met elkaar. En ik kan u dus het eindbedrag daarvan ook echt nog even niet geven, omdat ik dat gewoon allemaal nog niet weet. Nou, dat is niet zo gek. Dat is het bij het ontwikkelen van een wijk. Is het niet gek veranderd. Dus die komt nog wel verder. Daar hebben we wel nu een aantal implicaties van gegeven. Want we zullen dat wel even moeten fine-tunen. En ja, zitten daar ook risico's in? Wij hebben met elkaar afgesproken dat we altijd een paragraaf risico's doen. Ja, als je nog een afspraak moet maken, dan is natuurlijk altijd het risico. Als ik als ambtenaar zou zijn, zeg ja, het is natuurlijk een risico. Als we daar niet helemaal met elkaar uitkomen, dan gaan we daar nog even over stellen. Ja, dat is het risico. Ga ik ervan uit dat dat gaat gebeuren? Antwoord nee. Maar dat daar is. Maar waar het nu vooral even naartoe gaat, is de grondstelling. Nou, 1 miljoen, 3 miljoen. Nou, je gaat hem preciezer maken, dan kom je ook op een bedrag uit. En natuurlijk is er de laatste jaar, twee jaar druk op de kosten. En dan kan je wel zeggen, ja, de kosten zek van het gebouw zijn er wel. Maar er zijn allerlei dingen bij waar die druk is. Dus daar zou je een stukje al kunnen pakken. Je zag nu ook veel beter in het verhaal van het ziekenhuis de inventaris enzovoort meegenomen. Al met al is gezegd van als wij voor 1 miljoen of 3 die achtergestelde lening moeten doen, dan is het handig en vertrouwenwekkend naar mensen in de zorg dat daar een gemeente ook zijn vertrouwen uitspreekt en daarvoor dat bedrag een garantstelling wil geven. Is dat nou een hoog risico of een laag risico? Daar is wat ruis over. In de zorg
En ik snap dat wel, want je kan allebei doen. In de zorg is altijd een hoog risico voor een achtergestelde lening, omdat in de lange lijn de omstandigheden in de zorg zomaar kunnen wisselen. En je niet zo heel veel grip hebt altijd als degene die die lening geeft. Van ja, hoe gaat dat nou en heb ik daar wat heel veel grip op? Dan zijn er andere sectoren in het land waar de verhoudingen allemaal wat duidelijker liggen. Waardoor je makkelijker kan investeren. En dan zegt, nou, dit is een wat hoger risico, dus dan wil ik altijd een beetje wat voorzichtig zijn. En in die zin zeg je, ja, zorg is altijd een wat hoger risico dan een aantal andere sectoren. Dat klopt. Ga ik ook niet verhullen, dat is gewoon zo. En dat heeft ook weer, dat is ook weer één van de redenen waarom het mensen comfort geeft als er dan een gemeente zijn vertrouwen uitspreekt en dan ook zegt van nou, wij willen wel voor een miljoen of drie even achtervang staan. Is het hier een erg hoog risico? Het is in de zorg, ja, in de zorg is het een wat hoger risico dan elders. Maar nou, deze casus van dit ziekenhuis, is dit nu een echt bijzonder risico? En daar proberen we te zeggen op basis van, nou, wij denken dat dat meevalt, want ABN AMRO die gaat er geen vinger achter krijgen, want dat is afgedekt. En daar, die vraag was ook nog even van, wat doet het Waarborgfonds? Nou, die gaat daar richting ABN AMRO misschien nog wel een rol spelen. Maar die komt niet bij ons, heb ik begrepen. Dus gaat het daar in ieder geval niet over. En het verhaal van het ziekenhuis van ja, maar het kan heel snel veranderen. Want een paar jaar zaten ze nog in de SORUS en nou gaat het wel aardig, maar gaat over een paar jaar. Ja, dat kan, dat is waar. Maar we willen wel even rekening mee houden dat er wel een bezuinigingsoperatie van 10 miljoen, ik zit even te kijken, 10 miljoen was het geloof ik, hè? Dat er een bezuinigingsoperatie van 10 miljoen geweest is, waardoor de bedrijfsvoering wel een stuk beter is geworden. En als je in zo'n korte tijd van een hele lage solvabiliteit, weerstandsvermogen, nou deze stappen aan het maken bent, dan denk ik als leek, dat is toch op zijn minst vertrouwenwekkend. Dit gaat dus nu even niet in stappen van 0,01 in de 5 jaar. Maar dit zijn toch wel redelijk forse stappen. Waardoor je probeert daar te komen waar je komt. En als ik dan net hoor van kijk, in de afgelopen 4 jaar hebben we dit gedaan. En als we dat nou even doorzetten. Dit jaar houden we 3 miljoen over. Nou, enzovoort, enzovoort. Dan komen we daar. Nou, daar zit op zijn minst, laat ik het dan voorzichtig formuleren, enig vertrouwen in dat je daar komt. En dat dan dit risico niet zo groot is. Het tweede wat we gedaan hebben, is gezegd, ja, als hij aangesproken wordt, dan willen we hem niet zomaar kwijt zijn. Maar dan willen we hem omgezet hebben in een achtergestelde lening. Dan pluk je hem als het ware leeg als je hem even nodig hebt. Maar tegen de tijd dat je weer in de zwarte cijfers zit en geld overhoudt, dan willen wij die achtergestelde lening dan wel even weer incasseren. Nou, en gaat de hele boel op de fles? Ja, dan houdt de keer op. Maar dan ga ik nog even terug. Wilden wij hier een ziekenhuis hebben, als wij het hebben over Hardenberg, wonen, werken, voorzieningen in de Noordoost-Overijssel. Dat zullen wij toch met elkaar moeten doen om hier de plus erin te houden en niet in de min te komen. Dan is misschien wel de allerbelangrijkste vestigings- en verblijfsfactor een ziekenhuis. En dan heb ik het nog niet over 1750 werknemers gehad. Grotendeels ook nog eens in het hogere segment met de hogere opleiding, dus met over het algemeen een iets betere beurs, die dan vervolgens een geld hier voor een deel in de regio nog een keer weer uitgeven. Wat hebben we daarvoor over en welk risico willen we daarvoor lopen? Als we echt op onze handen willen blijven zitten, moeten we dat vooral doen, maar dan moeten we ook niet te veel vragen stellen. Dus die, ik gooi hem er toch maar even in, die zit hier natuurlijk ook onder. En dan kunnen we heel precies, ja maar, ik had hier nog even 3% meer willen hebben. En daar nog 5% minder. Je moet op een gegeven moment ook een keer durven zeggen, durf ik hierin te stappen, te ja of te nee. Nou, die casus ligt hiervoor. En dan proberen we hem kort te sluiten. En dan hebben we hem, denk ik, heel klein gehouden. Niet meer op 15 miljoen, ook niet op 7,5, maar op 3. En die proberen we nu met u af te slaan. En zeggen van, dit is hem dan ook. En hier moet u ook mee aan het werk. Nou, dat even daar. Nou moet ik even kijken. Mag ik dan een vraag stellen? Negeling. Want volgens mij is het niet de vraag, willen wij een ziekenhuis? Want die vraag is, denk ik, al heel lang geleden hier gesteld en wordt telkens weer bevestigd, ja, we willen heel graag een ziekenhuis. De vraag die hier gesteld wordt, of de opmerking die telkens komt, is dat wij graag van u hadden gezien wat de consequenties zijn van het ja zeggen op het ziekenhuis. En niet
dat u in december een eerste paal slaat nog in de in gedachten van, nou, het is 1 miljoen, want u zegt 1,3, u hebt dat al wel gehad, nou, in mijn beleving wat minder. Wat mijn fractie en volgens mij iedereen hier zegt, is niet dat wij kritisch zijn ter zake de vraag wel of geen ziekenhuis, maar ter zake de onderliggende plannen. Wat mijn fractie, wat ik voor mezelf praten, in ieder geval heel graag had gewild, is dat u voorafgaand aan het hele plan zou zeggen, Mozuizen, dit gaat het kosten. Dan hadden we ook een plaatje gehad van al die dingen die er al in zijn. Hè. Zeggen, nou, dit gaan wij bijdragen, dit gaat het kosten en dat is de garantie die ervoor geldt. Het gevaar is namelijk nu dat je langzamerhand steeds verder gezogen wordt. Want ik hoorde net ook dat de kostprijs voor het ziekenhuis niet veranderd is. In uw stukken staat dat die 3 miljoen hoger is. En ik mis in uw stukken in ieder geval nog de laatste 3 miljoen financiering. En als je zo blijft doorkabbelen met elke keer een stukje, ik heb het er vaak gehoord vandaag, dan is de volvraag weer over 3 weken. Willen wij graag een ziekenhuis, dan moet er nog weer geen achtergestelde geld lenen, maar moet er bijvoorbeeld weer 3 miljoen bij. En daar gaat het om. Dus niet om de vraag, willen wij een ziekenhuis of niet? Iedereen daar heel duidelijk in is, wij zouden graag een ziekenhuis willen. Maar wat wij als raad, wat mijn fractie in ieder geval heel graag zou willen, is van u een plan met een hele duidelijke vraag van Mozuizen. Dat gaat het kosten, dit gaan wij bijdragen en het gaat de gemeente naar dat kosten en die vind je terug in de begroting. U hebt hem nu helemaal gezien. Kijk, we kunnen best dus nu in de volgende nog even de twee verhalen even op elkaar fine-tunen. Ik zie niet een heel tegenstrijdig verhaal, want ik zie natuurlijk hier nu ook de hele inventaris voor 10 miljoen erbij in zitten, die geleased wordt. Dat is één. En twee, dan ben ik even uw vraag kwijt. Die 3 miljoen, wij hebben niet in december gezegd, wij gaan voor 1 miljoen en zeggen nu, we gaan voor 3 miljoen. Dat is niet waar. We hebben altijd als richting van, daar ben ik mee begonnen, de richting was iets, zou u in ieder geval een bijdrage willen doen? Ook al is het symbolische. En wij hebben gezegd, ja, dat willen we. En die hebben we ook wel eens een keer inventariseren met u besproken. En toen zijn ook wel 1, 2, 3 over tafel geweest. En nu komt die echt concreet op 3. En die staat dus op een stukje van de achtergestelde leningen. En dat is de vraag die alleen maar aan ons gesteld wordt. En de rest gaat het ziekenhuis met anderen doen. En dat moeten ze dus ook met anderen dan maar even doen. En wij hebben alleen tegen u gezegd, let even op, we hebben de grond gehad. We hebben deze. Komen we met u nog een keer terug over de infrastructuur om het ziekenhuis heen, maar ook om ons eigen gezondheidspark en ons eigen parkeren. Want dat moeten we straks wel met elkaar regelen en dat moeten we netjes met elkaar afkaderen. Nou, dus ik vind het eerlijk gezegd redelijk overzichtelijk. Nou, en die fine-tuning, dat kunnen we tussen nu en over 2 weken nog wel even recht doen. Maar er zit nu ook geen gat meer in. Nee, maar toch nog even hoor, want u vindt het heel overzichtelijk. Bij mij komt het meer over als wij zo, wat was het, eind van het jaar ineens, ik las het in de krant volgens mij, dat de grond ineens overgedragen moet worden. Kunt u zeggen, ja, waar hebben we het over? Het geeft bij mij in ieder geval de indruk dat er telkens op de presentatie iets wordt afgekaveld of iets anders wordt ingevuld. En ik krijg bij, en dat is natuurlijk ongelukkig vanavond, bij de eerdere presentatie hoor je wat anders dan dat u dan vertelt. En dat wekt op een gegeven moment de indruk dat het toch iets minder duidelijk is in het programma zoals u dat zich voorstelt of u dat nu presenteert. En dat is dingen de kritiek die van ons in ieder geval geldt. Van, het gaat om heel veel. Het gaat om, het gaat om de grootste werkgever. Het gaat om al die dingen die we vaak gezien hebben. Allemaal uitermate belangrijk. Maar het risico daarbij is wel dat omdat ik nog wat dingen zie in de financiering in uw presentatie waar nog een paar miljoen in open staat, dat het risico is omdat het al gebouwd wordt en omdat het al zo belangrijk gevonden wordt, dat er steeds meer opgerekt wordt. Nou, dan denk je van, nou ja, er moet nu even dit bij en er moet nu even dat bij. En dan kun je wel afvragen hier, hoe erg vinden we dat? Ze zeggen van, nou ja, dan krijgt u een carte blanche om ervoor te zorgen dat we het zo belangrijk vinden. Dan moeten we ook betalen. Maar wij zouden het heel prettig vinden als u daar toch ook de zorgvuldigheid in acht neemt. En niet een miljoen meer of minder, waar hebben we het over? Ik vind dat een hele belangrijke overweging. Om ieder miljoen, iedere vraag die komt vanuit de gemeenteraad die beslag legt op weerstandsvermogen, dan wordt de begroting uitermate serieus te behandelen. Maar over het laatste hebben we ook geen verschil van mening, want dat moeten we ook netjes doen. Dat moeten we dus ook netjes bij de begroting 19 laten zien in onze algemene reserve wat dat voor consequentie heeft enzovoort. En onze inschatting was dus nu, tot nu toe, dat die dus relatief laag risico geeft. En niet een hoog risico, met andere woorden. Het zou niet betekenen, in mijn beleving, dat je daarmee je reserve ook gelijk met 3 miljoen moet oplopen. En ik heb u net toegezegd dat we tussen nu en 14 dagen nog even die fine-tuning van de cijfers doen, zodat we dat even heel precies gelijk hebben. Want op de cijfers die nu net
vanuit het ziekenhuis gepresenteerd. Waarbij overigens geen gat van 3 miljoen meer in zit. Ik moet even kijken wat er nu nog ligt. Ik denk dat ik de meeste dingen wel gehad heb. Niet echt. Dan. Nou ja, maar ik ben ondertussen aan het zoeken. Ja, wellicht omdat de vragen een technisch karakter hadden. Dat zou kunnen. Maar ik was even benieuwd naar de kosten tot nu toe allemaal gemaakt. De risicovertalingen in relatie tot weerstandsvermogen. Ja, u geeft aan laag. Ja, dat heb ik gelezen. Ik vraag, kunt u dat kwantificeren? En hetzelfde over die procesafspraken. U zegt, nou, er zijn wel indicaties. Over die risico, net even gezegd waarom hij relatief laag is. Omdat je hem om kan zetten in die achtergestelde lening. En dat hij maar voor... niet voor het geheel van de bank is. Dat heb je allemaal in de stukken kunnen lezen. En je hebt ook in de stukken kunnen lezen dat wij elk jaar voor de begroting een soort Monte Carlo simulatie doen om elke keer weer alle risico's van onze algemene reserve te doen. Daar stoppen we deze in en dan maken we de definitieve. En zoals wij hem nu taxeren, taxeren wij hem als laag om de beide argumenten die ik u net gegeven heb. Ja, dat begrijp ik. Nou, en dat is wie? Ja, ik wil daar toch nog even met u over doorgaan. Want ik zou het aardig vinden, hè, als u dat aangeeft, dat u toch een kwalificatie kan geven wat het verwacht effect is op het weerstandsvermogen. Hè, we gaan hier besluiten over een stuk. Hè, en daarvan zegt u, het is een laag risico. Maar het is wel aardig als je een beslissing neemt en je kan alle implicaties overzien. Of tenminste de geschetste implicaties. Want er staat heel duidelijk in dat de provincie ook verwacht dat we dit gaan doen. Ja, dat vind ik logisch. Ja, dat vind ik ook logisch. En ik denk dan is het ook logisch dat ik erbij krijg te zien, nou, er wordt wellicht een reservering van €300.000 zal er gemaakt moeten worden in het weerstandsvermogen. Bijvoorbeeld. Ja, ik heb even twee. Kijk, de provincie zegt, ik bemoei me er even niet mee, maar let even op. Als jij een garantie erin geeft, dan moet je die wel even meenemen in de reserve. En daar zullen we naar kijken. Dat is dus een procesafspraak. Klaar. De provincie maakt zich daar dus op dit moment niet even heel zenuwachtig over. Twee. Ik ben geen specialist in de Monte Carlo simulatie om precies te kijken hoe ik dingen moet doen. Wij hebben meer garantstellingen. Ja, voorzitter, ik ben nog niet uitgesproken. U komt al terug terwijl ik nog geen twee zinnen gesproken heb. Even, ik ben daar dus geen specialist in. Ik ga u dus nu niet een bedrag noemen. Maar het maximale bedrag is 3 miljoen. Is het hoog, dan is het 3 miljoen. Is het laag, dan is het een stuk lager. En of het 3 ton is, of 4 ton, of 1 miljoen. Dat durf ik op dit moment even niet te zeggen, want daar heb je een aantal specialisten in nodig. Ik zeg wel, we hebben wel meer voor maatschappelijk vastgoed garantstellingen afgegeven, en zelfs ook wel hogere. En daar hebt u ook in uw algemene reserve tot nu toe nog steeds niet wakker van gelegen. Dus daar zit ook een bepaalde indicatie in. En ik heb niet een bedrag, maar ik heb er vandaag nog wel even nagevraagd bij een financieel specialist en die zegt... Op basis van de gegevens die wij nu hebben, klopt de kwalificatie laag. En nog een keer, of de 3 ton wordt, of 4 ton, of 5 ton, dat durf ik nu even niet te zeggen. Ja, voorzitter. Maar, ik wilde ook niet te lang over doorgaan, hoor. Want de wethouder geeft in die zin wel iedere keer hetzelfde antwoord. Alleen, wij krijgen bij in de PNC-cyclus een overzicht met een aantal posten. Daar staat een percentage achter voor het risico en die gaan we vervolgens in een bepaalde factor in het weerstandsvermogen afdekken. Maar het college heeft toch wel laten onderzoeken hoe hoog het percentage ongeveer is. En dan kunt u toch zo makkelijk zeggen van nou ja, wij schatten in dat het effect op het weerstandsvermogen dit en dit is. Of heeft u daar überhaupt nog niet bij stilgestaan? Dat hebben we wel bij stilgestaan, alleen we hebben dat iets grover gedaan. We hebben gezegd we willen weten of het laag, middel of hoog is. Antwoord laag. En hoe dat dan precies in percentage, dat... Komt nog. Maar ik wil met alle plezier nog eens even laten navragen of we daar... Tussen nu en 14 dagen dat het iets concreet is. Meneer Brokers. Dat begrijp ik hoor, dat het zo wordt ingeschat. Alleen ik denk dat het belang van deze raad ook zit in het verhaal van... die garantstelling dat daar aan doet, dat heeft effect op je weerstandsvermogen. Die weerstandsvermogen dat zegt in het huis van, nou dat willen we altijd graag met een factor 1,4 geloof ik zo'n beetje afdekken in de algemene reserve. Dus het heeft in die zin nogal wat financiële... Kan het financiële consequenties hebben? En vandaar denk ik dat de Raad wat belang hecht aan dat onderwerp van het verhaal. Misschien goed om dat mee te nemen in de komende 14 dagen. Nee, maar die snap ik ook. En ik probeer hem dus af te dekken tussen 0 en 1 miljoen in het kaderlaag.
En ik waag mij dus niet aan een specifieke berekening. Wat heeft die tot nu toe gekost? Ik denk dat wij tot nu toe geld gebeurd hebben voor de verkoop van grond. En we hebben wat, en dat hebben we voor maatschappelijke prijs verkocht. Die wij ook aan andere maatschappelijke organisaties voor die prijs verkopen. Dus in die zin is het helemaal niet raar dat je naar een ziekenhuis het voor die prijs doet. Alleen we hebben hem, als wij dat hele stuk voor het gezondheidspark hadden gehouden, zouden we dat misschien voor een commerciële prijs wat hoger hebben kunnen verkopen. Ik ben niet ongelukkig met de prijs die we gehad hebben, dus die hebben we gehad. Daar zijn. Die is vervolgens in de Grekse opgenomen en die zit ook in de jaarrekening 2017. Er zit in de jaarrekening 2017 in het gezondheidspark, maar daar moet ik echt ook even naar collega Douwe Prinsen kijken, al een bedrag, een geschat bedrag ergens voor een paar onderdelen al voor het gezondheidspark. Maar of daar echt alles al in opgenomen is, weet ik niet. Maar daar hebben we dus voor een deel al rekening mee gehouden in de jaarrekening 2017. Maar die definitieve, daar zijn we nu met elkaar over aan het onderhandelen en aan het sleutelen van hoe moet de wegen komen, wat willen we er precies hebben liggen, hoe moet die lopen, welke is op rekening ziekenhuis te brengen en welke is echt alleen maar voor ons omdat het ziekenhuis daar niks mee te maken heeft. Ja, zover zijn we nog helemaal niet, want het hele gezondheidspark hebben we nog niet eens precies ingedeeld. Dus dat is ook nog een beetje lastig. Dus dat kan ik niet zeggen. Ik kan dus niet zeggen waar we uit gaan komen. Ik kan wel zeggen, nou kom ik weer terug en het zal best vervelend zijn, maar ik doe het toch maar even. De eerste grond gaat, we hebben nu de grondstelling en we hebben straks de omgeving. En zo werken we dus naar een heel precies resultaat toe. En dat doe je op een manier waarvan je zegt, heb je daar nou enig vertrouwen in of niet? Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus als u dan vraagt van wat is nou precies het totaalplan, dan kan ik hem in grote lijnen zeggen, maar heel precies niet. Ik moet eens even kijken, welke heb ik nog meer vergeten? Ik gok erin dat ik er ben en als het niet zo is, dan krijg ik hem in de tweede ronde. Meneer Stelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb u verder buis een aantal keren overgeslagen, mijn excuses daarvoor. Ja goed, ik had zelf verwacht dat u zou zeggen, nou die risicoberekening dat neem ik even mee, die krijgt u toegestuurd. Hetzelfde van de kosten. Dus ik merk toch een bepaalde belevenis om hier direct alle vragen te beantwoorden. Waarvan ik denk van nou, u had het beste die vragen even mee kunnen nemen. Ik heb net aan de heer... Ja nee, maar goed, wij zitten met elkaar een debatje te voeren en blijkbaar krijgt de heer Breukeman het wel voor elkaar. Dus daarvoor alle lof. Huh? Bij deze. Nee. Maar goed, hè, dat denk ik ook. Ik hoor u vertellen over nee, de... Ik heb het meer opgevat als u versterkt elkaar gewoon. En dan op een gegeven moment dan krijg je dat niveau. Zeg, nou, dan zoek ik het, dan probeer ik nog wel even voor u uit te zoeken. Dus ja. Volgens mij is dit een intweetje van u. Ja, nou, dat denk ik ook. Ja. Ik was nog heel even benieuwd naar die overeenkomst die vrij kort was. Of die goed juridisch gecheckt is. Ja, die is goed. Nou, hartstikke fijn. Dan is dat ook afgedekt juridisch hier. En ik zou toch nog wel aardig vinden als u nog wat over die infrastructuur mogelijke indicatie van de kosten kunt geven, dan wel een vage schatting per e-mail. Ja, maar volgens mij gaan we nu naar herhaling van zetten. A, ik heb net gezegd van er is voor die infrastructuur zelfs al een indicatief bedrag opgenomen in de Greks. Maar B, we zijn hem nu precies aan het berekenen en ik kan u de definitieve cijfers nog niet geven. En vandaar dat wij gefaseerd zijn. Alleen, het is nu de fase dat wij hom of kuit moeten geven over de grondstelling. En daar gaat dit stuk over. Dit stuk gaat dus niet over de infrastructuur. Maar het zou een beetje flauw zijn om in dit stuk alleen maar over de grondstelling te praten. En niet te zeggen van let even op, die discussie krijgen we nog met elkaar. Alleen het risico is nu dat u mij gaat uitvragen over de ins en outs en de definitieve cijfers van die infrastructuur. Die ik nog niet helemaal compleet heb. En die mijn ambtenaren zelfs nog niet compleet hebben. Goed. Duidelijk. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Tweede termijn. Voorzitter, ik ben heel erg benieuwd naar de beantwoording op de vraag van mevrouw Luiten of het wel gepast is om een garantie te geven, louter ten doelstrekkende om de aannemer hierin te zekeren, dan wel de rente wat te verlagen. Met Aldo Jansen. Kijk, heb ik toch niet vergeten.
Als in een stuk staat nadrukkelijk bij, als we naar ons terrestrisstatuut kijken, van wanneer mogen we wel, wanneer mogen we niet. En deze wordt niet gedaan om te zeggen van nou, dat geldt voor iemand maar een lager percentage rente. Maar het is wel voor de zekerstelling om ervoor te zorgen dat er überhaupt mensen zijn die zo'n achtergestelde lening willen geven. En daarvoor helpt deze voorstelling en daarzonder zou het niet gaan, CQ, een stuk moeilijker zijn. En dan mogen we het wel doen. Daar gaat het om. Dan ga ik nu naar de vraag of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Niet. Kan dit naar de hamerstukken of wordt dit een bespreekstuk? Nou, wie zwijgt hem toe in een bespreekstuk? Schat ik zo in. Ja. Goed, gaan we naar agenda punt 7, de rondvraag. Niemand? Dan sluit ik deze vergadering af en bedank u voor de komst. En we gaan om 8:00 beginnen met de raad. Kwart voor negen. Goedemiddag. Voorzitter, ja. mag ik een vraag stellen die even buiten de orde is? Want de vergadering duurt nogal, doet een uurtje voordat die wet begint. En ik denk dat het onderwerp, wat wellicht voor veel mensen op de tribune interessant is, mogelijkerwijs van de agenda afgaat. En misschien is dat wel leuk voor mensen om dat te weten. Omdat ze niet een uur zitten te wachten om vervolgens te horen dat het agendapunt wordt verwijderd. Dus ik weet niet hoe dit op gaat lossen, maar het is misschien wel aardig om daar nu iets van te vinden. Ja, er is gepubliceerd dat we om 8:45 beginnen. Maar de raad gaat er uiteraard over. Dus als de raad besluit om eerder te beginnen, dan kan dat. Nou, maar de behandeling van een agendapunt, dat kunnen we niet nu doen. Dat zal toch in de raadsvergadering moeten. Nee, maar misschien dat mensen die erop zitten te wachten nu al wel begrepen hebben dat het agendapunt waar ze op zitten te wachten wellicht niet behandeld gaat worden. Dus dat zou al indicatie genoeg kunnen zijn. En het gaat over de Kamervereniging dan, voorzitter. Nee, maar nogmaals, meneer Gelling, dat besluit de raad of dat onderwerp behandeld gaat worden of niet. Op dit moment staat hij gewoon op de agenda. En die agenda die wordt behandeld vanaf 8:45. Duidelijk, maar ik denk dat een goed verstaande wel genoeg heeft gehoord. Heeft u de vergadering al gesloten, voorzitter? Of kunnen we nog stemmen over het eerder beginnen? Nee, de vergadering is gesloten. Oh, okay. Het was al, maar het was buiten de orde wat meneer Gerring deed. En daar heb ik in toegestemd. Ja. Dus dat kon helemaal niet wat er net gebeurde.